Kevin Visser. Helmersport Almere, ja. 0-2. Toen we de rust in gingen, had ik dit absoluut niet verwacht. Het is ook gewoon zwaar lopen. Je begint niet goed, de eerste 10 minuten. Dan weer 35 minuten lang, denk ik, herenmeester. We hebben om het maar eens, zoals ik het normaal gesproken zou zeggen, geen kloten te vertellen. Ja, en dan vergeet je het scoren. Ja, dan is het inderdaad het gevoel wat jij nu aangeeft. Dan, met de rust is er inderdaad niks aan de hand. En verwachten wij eigenlijk ook met z'n allen dat we gewoon deze wedstrijd gaan winnen. Ik denk dat dat tot aan de 1-0 ook dat het er zo naar uitzag. Je krijgt op een hele knullige manier de 1-0 tegen. Ja, wat gebeurt er nou? Wordt hij niet gecoacht? Ja, wel. Ja, hij is wel gecoacht. Ik denk niet dat hij het gehoord heeft. Dat laat ik in het midden. Ja, vond het wel heel knullig. We maken jullie tussen aanhalingstekens ereronde. Dan moet je een aantal sports te woord staan. Wat moet je daarvan denken? Ja. Natuurlijk begrijpelijk, maar... Ja, nou ja, goed. Kijk, ik vind het op zich niet zo heel erg. Ze mogen boos zijn. En over het algemeen moet ik ook zeggen dat ik dat wel kan handelen. Ja, er is dan één zo'n piepo. En ik vind dat echt een piepo. Ja, die denkt dat die alles kan zeggen. Nou, daar ben ik dan wel snel klaar mee, want dan reageer ik daar wel. Ben je het met me eens als ik zeg dat het dit seizoen nu toch wel als een nachtkaars uitgaat? Nou ja, ben ik het wel mee eens. Ik heb het een aantal keer deze week aangegeven dat vandaag alles of niets was. En we staan met niets. Oké, dankjewel.